Beste luisteraar, nog 5 nachtjes slapen en de terrassen gaan weer open. Hoera, hoezee, hosanna. Want het terrasje is onze heilige plek. Zien wij op het nieuws veel mensen in een kerk in Staphorst, dan denken we, wat is dit? Zijn die mensen gek of zo? Waarom is dit toegestaan? En zien wij veel mensen op een terras, dan denken wij, wat is dit? Waarom is er geen plek voor mij? Kunnen die terrassen niet wat groter? Jawel, fijn en proost. Op de IC's staan ze op het randje van Code Zwart, maar wij willen bitterballen. Ik heb recht op mijn bitterballen met mayo en mosterd en een klein vlaggetje. Wij zijn een klein land met kleine vlaggetjes voor onze kaas en onze bitterballen. De terrassen zijn straks weer open van 12 tot 6. Perfect voor de lunch en de vrimibo wordt gewoon iets vervroegd. Weet u al wat u als eerste gaat bestellen? Voor mij wordt dat een tosti. Ik snak naar een fatsoenlijke, goede tosti zoals het hoort. En ik hoor u denken, maar je kunt toch zelf toch ook wel een tosti maken? Nou, dat is nog best lastig hoor. Gebruik ik dan geen tosti-ijzer? Jawel, ik heb een tosti-ijzer. Een nieuw tosti-ijzer. Helemaal zelf uitgekozen als kerstpakket. Ik kreeg zo'n kerstpakketbon waarmee ik iets kon kiezen. Oh, wat een leuke opties. Een rieten mandje, een speciale kamerplant of een zacht roze geurkaars. Nou, doe mij maar die grill, tosti en wafelijzer in één van dat obscure kerstpakkettenmerk. Superhandig om die lege ruimte in je keukenkastjes mee op te vullen, kan het mooi stof verzamelen tot dat moment in het jaar waarop ik denk, hé, waar heb ik nou eigenlijk zin in? Gegrild vlees? Of een tosti? Of een wafel? Oh ja, ik heb nog ergens zo'n ding liggen. En als ik dat ijzer dan ga gebruiken, heb ik heel snel spijt, want als ik gewoon een pan had gebruikt, was die hamburger allang klaar geweest en had ik er meer gehad. Of, nadat ik een kwartier heb staan zwoegen op wafelbeslag, kom ik erachter dat ik na 1 wafel eigenlijk wel genoeg heb, dus de rest van dat beslag gaat de koelkast in om schimmel te verzamelen. Mijn punt is, eigenlijk is dat ijzerding alleen goed voor tosti's. Mits ik de juiste tosti-ingrediënten in huis heb, anders moet ik weer naar de winkel. En dan zul je altijd zien, dan is net de tosti-ham op en is er alleen nog maar normale ham. Waarom is de wereld tegen mij? Want met gewone ham hou ik ham over. Dat is zonde. En dat extra stukje ham kan er niet bij op de tosti. Want als ik ook nog kaas op die tosti wil, dan kan dat ijzer niet meer dicht. Sowieso is er maar heel weinig ruimte voor heel weinig kaas in dat kerstpakket tosti ding. 1 plakje kaas, bijna niks. Kindertjes uit arme landen zouden zeggen, joh, wat is dat voor schrale tosti? Maar alleen met weinig vulling en hard duwen krijg ik dus dat tosti terreur ding dicht. Mits ik brood heb gekocht met de juiste grootte. Of beter gezegd, brood met de juiste kleinte. Anders kan dat klote ijzer ding niet dicht. Dus koop ik casino brood. En dat heet zo omdat het altijd gokken is of het gaat passen. En dat doet het niet. Verwacht dat tosti Terminator ding nou echt dat ik de korstjes eraf gaan snijden? Ja, natuurlijk, want tosti's worden alleen gegeten door baby's. Wat slim van die producent van dit eikelijzer. Wat meedenkend, laas er toch op. Dit is geen tosti meer. Dit is een belediging voor brood. Maar nu gaan de terrassen eindelijk weer open. De redding is nabij. Goedemiddag, ober. Mag ik van u alstublieft een tosti, maar dan wel met een klein vlaggetje erin. Net als bij de bitterballen.